paal. Mijn geld zit helemaal vast in stenen. En dat zal een paar maanden duren voordat ik het los heb. Gelukkig heb ik vrienden die voor mij instaan. Mijn vraag is, mogen die vrienden eventueel mijn licentie in Dubai betalen? Dan ben ik in elk geval gestart. Of moet je dat per se persoonlijk doen als investeerder? Nou, het goede nieuws is heel eenvoudig. Het maakt de Free Zones en ook de Dubai Economic Department werkelijk niet uit waar het geld vandaan komt. Als het maar komt. Maar wees verstandig en zorg ervoor dat je wel foto's maakt of schermafbeeldingen van die overboeking, zodat die uiteindelijk ook makkelijk teruggevonden kan worden. Mijn ervaring is dat betalingen eigenlijk altijd wel correct worden teruggevonden, maar het scheelt wel tijd als je een schermafbeelding kunt opsturen.